Ja, hey. Alles wordt nat hier. Wat doe jij nou? Schat, dat doe je toch niet? Kijk, dat doe je gewoon zo. Good life. Ruben, Melanie, Jason, Jalicia, Jaden. De grootste familievlog van Nederland. Good life. Hele goedemiddag allemaal. Hoi Jalicia. Hi. Welkom weer bij een nieuwe vlog bij ons op het kanaal Good Life. Huh? Ja. Ja, kijk eens hoe rustig ze zijn aan het spelen. De ene met de treinbaan, Jason op de tablet. En Jalicia is lekker bij mama aan het hangen. Maar als volgt, wat gaan we vandaag doen? Ik denk dat we zo meteen... Laat de kaartjes spelen. En mama gaat de kaartjes uitstrijken. Mama gaat de kaartjes uitstrijken. Dat hadden ze namelijk van de kerstman gekregen. Hè? Ja. En, maar ik heb misschien nog eigenlijk wel een heel veel leuker idee wat we zo meteen kunnen gaan doen. Wat dan? Wat dan? Mama heeft hier een flesje water. Met een fruitje in. Ik heb daar een fruitje in gedaan. En dan gaan we dadelijk naar papa toe, alle drie, ja. En dan zeggen we tegen papa, papa, kijk eens wat zit hier nou in dat flesje water. En dan zegt papa, hè? Draait mama de dop wel eerst eraf. En dan zeggen we, papa... Kijk nou toch eens, Trent, wat is dat dan? En dan gaat Jalicia eventjes zo eerst kijken. Maar ja, dan doen we natuurlijk niks. En als papa dan gaat kijken, dan duwen ze heel hard in die fles. En dan gaan we papa heel nat maken. Dus hoe denken jullie dat papa van gaat komen? Oh ja, cool! Cool, hè? Ja. Cool. Ruben, die zie je ook niet meer heel veel in de video's. Hij heeft het natuurlijk ontzettend druk. Want hij heeft natuurlijk op de computer op de zolder heel veel meer te doen. Maar het is namelijk ook zo, Ruben is een beetje door de ideeën heen. En dan denk je, hoezo hij is door de ideeën heen. Nou ja, je mag dus geen pranks bij de kinderen uithalen. Je mag met de kinderen niet meer naar het zwembad. Want ja, stel je voor dat de pedofiel naar een kind kijkt terwijl ze een bikini aan hebben. Ik vraag hem af, hoe haal je het in je hoofd om zo ver te gaan denken. Maar ja goed, het is nou eenmaal zo, het mag gewoon niet meer, klaar. Daarbij mag je geen gevaren meer, zowel die schommels wat we allemaal gemaakt hebben, wat Ruben gemaakt heeft, dat mag allemaal niet meer. De proefvideo's worden allemaal afgekeurd, mag niet meer, want je moet alleen maar alles, je hebt een goed voorbeeldfunctie, dus je moet alleen maar alles goed doen. Bijvoorbeeld, noem maar wat, hè, we hebben de top 10 fruitproeven gedaan, ook die zelfs is afgewezen, moet je nagaan fruitproeven met kinderen. Hè? Maar goed, dus ja, Ruben heeft zoiets van, ja, wat moeten we nu nog gaan vloggen? Dus hij is eigenlijk helemaal zoiets van, hij heeft helemaal zoiets van, ja, wat moeten we nu? Ik weet het niet meer heel zo goed. Dus zodoende dat ik nou eventjes heb van, nou weet je, dan doe ik het helemaal. Proberen we het zo goed leuk mogelijk van jullie te maken. Want je wilt toch door blijven vloggen. Maar ja, het punt is, wat gaan we dadelijk allemaal vloggen? En dat is eigenlijk een beetje de vraag die Ruben zich langzamerhand continu vraagt. Van ja, wat gaan we nu vloggen? Ha? Hebben jullie misschien ideeën voor ons? Maar ik denk dat we nu even naar boven gaan. Dan denk ik dat we even Ruben voor de gek gaan houden. Zullen we dat doen? Zullen we papa voor de gek gaan houden? Ja. Ja? Ben ik benieuwd wat papa ervan gaat vinden of hij dat leuk vindt. Ja. Want dan wordt hij wel een beetje nat, hè, Jaden? Ja. Ja? We maken papa heel nat. Ja, we maken papa heel nat. Maar jullie moeten dus niet vragen wat we gaan doen, hè? We moeten alleen tegen papa zeggen, papa, kijk er eens, wat zit daar nou in? He, hoe kan dat daarin zitten, papa? En dan doet Jalicia één keer zo erin kijken, zoals ik net zei. En dan laten we dan papa kijken en dan knijpen we dan heel hard in de fles. Afgesproken. Alle drie. Ja, loop maar. Niks zeggen. Nee. Oké. Okay. Ik ga alleen maar een grapje uithalen. Nee, niet, dat mag je ook niet zeggen. Want dan weet hij dat we wat gaan doen. En dan is de grap weg. Sst. Dan denk ik, papa, we willen je iets vragen. Vragen eigenlijk. Jalicia, wat zit erin, schat? Kijk jij eens erin. Ik zie het niet. Laat papa maar eens kijken. Ik had naar de ogen gekeken. Ik vind het eigenlijk heel erg raar. Papa, kijk jij eens. Nee, die moet hier. Je moet erin kijken, papa, want dan zie je het veel beter. Ja, hey. Alles wordt nat hier. Wat doe jij nou? Schat, dat doe je toch niet? Kijk, dat doe je gewoon zo. Hey, Jason! Hey, get this! Yeah.
Hey, Jelisa, high five. Zie je nou, dan hebben we papa toch nog weer een keer aan het lachen gekregen, Jaden. Jongen. Hè, papa? Vind je dat leuk? Ja. Maar het was toch wel even leuk, of niet? Maar ja, zoals ik al zei, hè, papa is een beetje er doorheen. Dus ja, als ook vrolijk hem weer een beetje op, hè, papa? Oh, nee, vrolijk. Hey. Wij gaan namelijk nu lekker met de kranenplank doen, dat we dadelijk het kunnen strijken. Leuk, Jaden? Ik ga lekker zo'n t-shirt. Kijk, even alles opruimen. Kom maar, jongen, we gaan weer naar beneden. En dan gaan we weer doen wat we wouden gaan doen. Ik vond het eigenlijk echt wel leuk dat de papa zo'n ja. Kou hebben. Ja, en papa trapte er ook in, hè? Dat was die. Lang zei. Maar zullen we gaan beginnen met de kralenplanken? Om te strijken? Ja. Ja? We gaan aan tafel. Ga maar aan tafel. Aan tafel. Aan tafel. Kijk, die is dus voor Jelisha. Deze voor Jason. Ja. Openmaken. En die is voor Jaden. Dat zijn namelijk wat grotere kralen voor Jaden, voor de handjes. Ja, want ze zijn al begonnen. En Jaden? Je gaat een mooi poesje maken. Hoe doet het poesje? Miauw. Miauw? Miauw, miauw, miauw. En wat ga jij maken, lieve schat? Je moet wel zorgen dat hij rechterop staat, hè? Kijk. Oh, mama. Kijk. Op een vormveeltje. Bij ja? Mij moet je strijken. Klopt, ja. Nee, een muisje. Of een poesje. En Jelisha is bezig met Frozen.
strijder heeft gevochten. Ah, hij gaat aan. Oh, toch. Mama, het strijder heeft gevochten. Nou, kijk eens, papa. Alsof ik daar verstand van heb. Ik word in paniek, word ik geroepen, strijkijzer. Ja. Nou, ja. Mama gaat wat hebben jullie allemaal gemaakt, jongens? Wat mooi. Strijken. En dan wachten we weer gemaakt op mama. Nou, wat lief voor jullie. Ja. Dan laten we die zo erop. Oh, doe je? Ja, en wat gaat het plakken? Dan doen we die zo. Dat ga je dus zien, hè? Die zo doen. Oké. Okay. Is het warm genoeg? Ja, daarop. Wat is dit? Laat hem heel even drogen. Het is dus afblijven, schatje, dat brandje binnen. Ja. Wat heet? Jay moet iets langer wachten. Ja. We zullen zo meteen zien met het resultaat. Volgens mij heeft mama nog twee eruit gehad. Langzaam mag je het papiertje eraf halen. Dan wordt hij koud. En lekker mama. Heel rustig. Kijk! Nou, dan gaan we kijken. Of het ge... Mama, mag het voor mij in de ogen? Deze is niet goed. Dat moet nog veel langer, denk ik. Mama, mag dat voor mij in de ogen? Ja, die van Jay, dan moet het langste. Die van jou? Even kijken. Ja. Die van jullie is goed. Ja, die van jou is klaar. Zo ongeveer. Denk ik. Kom, even kijken. Ja, die van Melani. Die van Jelisha is klaar. Nee, blijf ze aan elkaar zitten, hè? Dat is de bedoeling. Ja, mijn is al een stukje kapot gegaan. Ja? Een stukje eraf. Oh, eentje is eraf. Tada! Twee, drie stukjes zijn los, maar dat maakt niet uit. 4, 5, 6, 7, 8 stukjes zijn los. Oh, dat is heel simpel. Jaden, we pakken gewoon een beetje lijm en dan plakken we het aan elkaar. We kunnen het terugleggen en dan doen we het goed. Maar goed. Vonden jullie dit een leuke video? Deel een like hem dan vooral. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. En ja, dan zien jullie dus morgen sowieso weer om 4 uur. En dan gaan wij hem even repareren, goed? Ja. Dus wat zeggen we dan? Doei! Doei.